En hier is... Oh, hij wordt van de doellijn gehaald door Anita. 1-0 voor de thuisclub, wilde ik zeggen. Binnen 2 minuten grote problemen voor Ajax. Boerrichter onderuit. Benschop blijft op de bal. Anita verdedigt uit en... Een enorm probleem voor Ajax dat niet leidt tot een tegentreffer. Hier de situatie met de bal van Boerrichter voorbij de tweede paal. En Anita die een achterstand voor Ajax voorkomt. Eriksen landt nu de drukte in. De Jong goed gespeeld. Suárez open kans. Legt hem breed op Pantelić. Niet zelfzuchtig. En dan gebeurt er dit. De aanval verloopt voortreffelijk. Iedereen loopt ook goed. Alleen de bal breed van Suárez komt niet aan. Gabri. Suárez. Hard. Nu wel. Nu wel. De Jong. Ajax op voorsprong. Voelt toch wat aan de keel. Maar heeft die bal er wel degelijk in zitten? Ja, het is Berger die hem nog vastpakt. Dat levert het probleempje op aan de keel. Maar Siem de Jong kan een goal bijschrijven. Zijn 7e van deze competitie. Boerrichter. En hier staat iemand volledig vrij. Dat is Berger, die moet zorgen voor 1-1. Maar die wacht zo lang dat 1-0 er nog tussen kan komen. Ja, als je zoveel tijd nodig hebt om een bal in te schieten, zul je niet vaak succesvol zijn. Boerrichter. Ajax probeert RKC ver bij Stekelenburg vandaan te houden. Pantelić moet mee verdedigen, bal vliegt erin. Het staat 1-1 in Waalwijk. Wat een belabberde manier van verdedigen van Ajax. De vrije trap van Boerrichter. Berger schapt de bal met het hoofd. Pantelić gaat er vervolgens onderdoor. En wat er ook niemand bij de tweede paal staat, huppelt die bal gewoon via de binnenkant van de paal in het doel achter Stekelenburg. Achter de bal Emanuelsson. Suárez aannemen en inschieten. En nou vlagt de grensrechter en is het me een raadsel waarom dat is. Dat moet buitenspel zijn. Maar wat er nou mankeert aan de goal van Suárez is mij een raadsel. Zou het kunnen zijn dat hij op het moment dat de bal getrapt wordt buitenspel staat? Bal brengen. Schiet hem dan tegen een tegenstander aan. Suárez mag door, leek een overtreding te maken. Suárez met 1-2 heeft hij hem toch te pakken. Dat is nummer 28 van deze competitie. Het leek op een overtreding voorafgaand aan het moment waarop Suárez aan de bal komt. Het gebeurt hier. Het zou Suárez zelf zijn na de tussenkomst, of net voor de tussenkomst van de Jong. Maar hij mag door, dat wordt beoordeeld als een duel. Wat hij aangaat en uiteindelijk is hij degene ook die het succesvol afrondt. 1-0 weggestuurd door Eriksen. De voorzitter is uitstekend en die bal wordt in eigen doel geloven. Terwijl er geen Ajax ziet in de beurt is. Wat een treurigheid. De bal breed komt in ieder geval van 1-0. En ik denk zelfs nog dat dat gebeurt via 2 spelers van de thuisclub. Suárez. Gabri tegen de vlakte. Ook geel. En hij kan vertrekken. Ruud Berger. Hij heeft Gabri flink te pakken. Laten we het daar maar op houden. Metai zoeken naar Vink. Vink, al een keer verkeerd. Benschop met 2-3 op de voet. Om nog maar eens te onderstrepen dat ook met 10 tegen 11. En met een eigen treffer van Hans Mulder voor RKC. Ajax nog steeds achterin. Krakkemikkig hoog. De Keulaar. Hoe kan dat nou toch? Opnieuw met 10 tegen 11. Eerst Benschop en nu Benjamin de Keulaar. Anita. Rommedaal binnengebleven. Rommedaal zou nu kunnen profiteren van de snelheid en de tegenstoot die Ajax in petto heeft. Hij wordt gezocht, begrijpelijk. Wie meldt zich voorin? Suárez.
En dat is nummer 29. De opening gevonden door De Jong. De bal in één keer. Prima geplaatst door Rommendaal en dit keer Levita. Dan wel een keer geklopt. En het staat 1-4. De Jong. En Rommendaal sneller dan Mettai. Rommendaal nu zelf. Dat is een hele mooie. En zo dreigt dit voor RKC nog uit te draaien op een enorme nederlaag. En Amsterdammers zouden geen Amsterdammers zijn als ze dan meteen roepen om 10-10-10. Neemt niet weg dat Ajax met deze van Rommendaal erbij inmiddels op 85 goals staat in 28 wedstrijden. Ajax kruipt over PSV heen op de ranglijst. Jol kan tevreden zijn met het resultaat, niet met het voetbal, maar dat lijkt me bijna de ideale figuur voor een trainer.